Ring deurbel! Eindelijk! Het meisje waar we op gewacht hebben. Niemand is hier. Hé! Hey. Hallo! Jij ook hallo, freaky hand. Je hebt me geadopteerd. We willen een kind adopteren, dat klopt. Welkom in onze familie. Je nieuwe kamer. We hebben geprobeerd het als thuis te laten voelen. Oh, een spin. Deze tarantula is het enige goede aan de kamer. Anthony, lieverd, wakker worden. Het is maar speelgoed. Mijn hoofd. De kamer ziet er totaal anders uit. Liefje, heb jij dit gedaan? Ja, het was makkelijk. Het geheel is somber. Het gaat erom dat je het leuk vindt. Ik doe alleen wat ik leuk vind. Eten, eten. Heb je honger? Ja, ik zal ontbijt maken. Bon appétit. Te kleurrijk. Het is niet te eten. Ik eet dat soort dingen niet. Eieren horen zwart en wit te zijn. Ga je dit opeten? Met veel plezier. Wil je het eens proberen? Oh nee, jammer. TV-showtijd is mijn favoriet. Oh, bezet? Serieus, ik neem hier plaats. Hier is ook niet goed. Hoe moet ik dan naar mijn show kijken? De hand nam een hele bank in beslag. Ze is zo grappig als ze slaapt. Rock-a-bye, baby. En ik ga dit huis overvallen. Noemde je me baby? Dit huis staat onder mijn bescherming. Je maakt me gek. Bescherm jezelf. Er is geen spelletje, meisje. Er staat je een verrassing te wachten. Val aan. Rustig, tijger. Je hebt me ontwapend. Bescherm jezelf. Wat? Ik heb een banaan. Pak aan. Het doet pijn. Het zal je spijten als je het huis als doel kiest. Laat me gaan, alsjeblieft. Niet zo snel. Het is mama. Wednesday, ben je in orde? Ik heb gewoon plezier. Goed zo, meisje. Ik laat je met rust. Het gereedschap is klaar. We beginnen met een hamer. Hij is ontsnapt. Ontbijttijd. Ik was het bijna vergeten. Melk voor cornflakes. Ik zal het eerst opwarmen. Een theebad en een gezichtsmasker van granen. Mijn ochtendroutine is voorbij. Helemaal klaar. Oh boy. Blijf van mijn ontbijt af. Nu is mijn ochtend verpest. Wednesday, kies maar wat je wilt. Er is een enorme keuze aan speelgoed. Vind je de pop leuk? Niet? Wat dacht je van een schaap? Blijf uit mijn buurt. Ik zet mijn eigen pop in elkaar. Ik hoef alleen maar de juiste stukken te kiezen. Wat ben je aan het doen? Spelen met een pop? Ja, met de beste pop die er is. Ik heb hem gemaakt. Ik voel me ziek. Zo gevoelig. Oh nee, Navi. Ik ben vergeten je eten te geven. Te veel klusjes vandaag. Ik kan dat zo veranderen. Navi, lunch. Je favoriete eten wacht op je. Navi? Navi? Waar ben je? Wednesday, wat drink je? Probeer het. Oh nee, mijn arme pup. Het is gewoon tomatensap. Sap? Navi, schatje, daar ben je. Ik was doodsongerust over je. Ting, Ting, antwoord nu. Waar zit je verstopt? Ik hoop dat dit werkt. Ja, Ting, waarom verplaats je in hemelsnaam de kast? Hé, schatje. Nee, het is Ving niet. Pap, heb je Ving gezien? Wat? Dat ledemaat? Wow. Grapje, dit is mijn hand. Niet grappig. Ik zal dingen repareren. Ik ga op jacht. De vingerafdrukken leiden naar een nagelsalon. Nogal een kronkel. Er is een doodlopende weg. En wat is dat? Ik heb het. Schat, wat doe je hier? Ben je in orde? Jep.
Ik ben hier aan het werk. Dit was een vals spoor. Een dierenasiel? Maar deze handafdruk is van Thing. Ik moet het nog eens controleren. Iemand hier? Hoe kan ik je helpen? Heb je hier een hand gezien? Gewoon een hand, niets anders. Ben je gek geworden? Verlaat de winkel. Wat is dit? Het is Thing. Geef hem terug. Er is niets. We kijken zelf wel. Je bent gek. We gaan weg. Dag. Goedemorgen. Jij weer? Jullie zijn overal. Wie heeft de TP opgebruikt? Thing? Ik vergat bijna de lunch van Wednesday. Zo, nu kan ze naar school. Geef me de rugzak. Waar is hij? Er is niets anders dan een handschoen. Waar is Thing? Geen idee. Nee, Wednesday, niet doen. Wat is er mis met jou? Pak een vergrootglas om Thing te zoeken. Okay. Ik ga naar... Ik heb iets gevonden. Aha. De vingerafdrukken leiden naar de kamer van Wednesday. Thing is duidelijk hier. Aha, daar ben je. Niets. Hoezo? Yep, meer bewijs. Het leidt me naar de kluis. Wie is hier? Snoeppapiertjes. Trek in snoep. Ik ben goed. Nu weet ik waarom de snoeppapiertjes hier zijn. Het is bedtijd. En ik zal een verhaaltje voorlezen. Stop Thing er ook in. Oké. Tijd voor het bedtijdverhaaltje. Er was eens... Thing snurkt zo hard. Thing is één groot mysterie. Er was een prinses. En op een dag gebeurde er iets ongewoons in haar kasteel. Wow, dit kasteel is geweldig. Laten we thuis ook zo'n kasteel bouwen. Klinkt goed, laten we het doen. We moeten eerst de maten opnemen. Oh, je oude kasteel staat in de weg. Is de hoogte goed? Het past niet. Achteruit. Ach, niet weer. Het neemt te veel ruimte in. We moeten er vanaf. Eerst moeten we ons omkleden. Nu zijn we klaar om te bouwen. Pap, een hamer. Nee, een echte. Hij is te klein. Ik heb het juiste gereedschap nodig. Een knuppel is voldoende. Dag, oude muur. En ik begin de sloop aan deze kant. Ik moet grondig zijn. Ik maak de raamkozijnen los. En verwijder de decoratieve stukken. Dag, dressoirs. En de glijbaan is niet meer nodig. Dit is hard werken. Mijn energie raakt op. Pap, we zijn er bijna. Alles wat we moeten doen is de pleister eraf trekken. Wow, het is ons gelukt. Ik ga hier afstoffen en daar vegen. Dat is genoeg. Pap, ik maak alles zo weer schoon. Oeps, pap, waar ben je? Laat me eruit. Wacht even, ik druk gewoon op de uitlaatknop. Josie, wat was dat? Wat heb je gedaan? Waar is mijn bril? Hier, dat was zo onverantwoordelijk. Waarom schreeuw je? Ik help je niet meer. Het zal wel. En ik begin te werken.
Splinters! Goed dat ik handschoenen heb. Ik ga alles opmeten en uittekenen. Laten we nu al het overtollige afsnijden. Wow, dat wil ik zien. Jongens, is het jullie opgevallen wat er aan mij veranderd is? Reageer hieronder. Nu zal ik het frame in elkaar zetten. En daarvoor heb ik balken en hoeken nodig. Verbinden. Geweldig. Laten we de volgende balk bevestigen. Bekleden met multiplex. En mijn favoriete deel? Planken zagen. Het stuk verbinden met scharnieren. Klaar! Nu zet ik een hoek in elkaar. Meer verf. Klaar. Ik zet het hele ding in elkaar. Uitstekend. Ik moet alleen nog details toevoegen om zeker te zijn. Perfecte timing. Wat? Het boek is weer open. Dit zijn de kasteelbenodigdheden. We zetten het in een oogwenk in elkaar. Het is geweldig om trouwe assistenten te hebben. Waar moet ik dit opschroeven? Da, natuurlijk. Scharnieren zijn een must hier. Sterke vader is klaar om zware gewichten te tillen. Oeps, beschamend. Omhoog. Oh ja. En verbinden met scharnieren. De muren worden gemaakt van PVC-platen. Het werkte. Hier zijn de ramen. Er is ook een deur. Ik maak een stoffen dak. En planten. Meer water. Wauw, ja, zo ziet een koninklijk gazon eruit. Ik sluit dit boek. Tijd om de muren te schilderen. Nee, mijn voet! Wow, het is beter om het boek open te houden. Wat was dat? Hopelijk houdt niets anders meer tegen om te schilderen. Het boek en het kasteel zijn verbonden. Pap, het is tijd voor je om af te koelen. Oh, waarom regent het? Geen regen meer? Eindelijk! Ik zal je drogen, pap. Oh, een orkaan! Josie, heb jij dit gedaan? Oeps, laat het nu vallen. Hoe kun je dat je vader aandoen? Oké, ik moet nog schilderen. Ik ben kapot. Schatje, wil je wat koffie voor me halen? Absoluut. En mijn T-Rex vriend zal me helpen. Breng papa koffie. Wat is het? Een dinosaurus? En een kop koffie. Dankjewel. Leuke dinosaurus. Oh nee, ik moet versnellen. Pap, ik stuur je assistenten. Prins en prinses. Wauw. Wauw. Hoe komt het dat je hier bent? Nu je toch hier bent, help eens mee. Hier zijn verf en kwasten. Ga je gang, schilder de muren. Wauw. Ik hou van kunst. Klaar. Hoe gaat het? Geweldig. Geweldig. Bedankt, Josie. Zijn ze al weg?
Oké, ik blijf werken. De toren heeft zijkanten nodig en torentjes. Klaar. Nu nog een beetje verf. Het kasteel is klaar. Dat vergat ik bijna. Een eenhoorn. Een magisch wapen. Papa, dit is een heel kasteel. Het is prachtig. Al je favoriete personages zijn hier. Vind je het leuk? Ik hou ervan. Bekijk de binnenkant. Wow, een magische kamer. Het is verbazingwekkend. Een kasteel voor een echte prinses. Net als in het boek, maar dan beter. Wow, we zijn uit het boek. Wat als we het sluiten? Het is het proberen waard. We zijn zo stiekem. Dag, sukkels. Jullie blijven in het boek. Pap? Josie? Ik wil een geheime kamer bouwen. De vloer is lava. Wat doen we nu? Ik heb een geweldig plan. Laten we een geheime kasteelkamer bouwen. Carrie, dat is onmogelijk. Maar ik heb al wat berekeningen gedaan. En ik kwam met een hangend geheime kamerontwerp. Laten we beginnen met bouwen. Het koord zal een stuk omhoog houden. Ik zal het doen. Oeps, ik miste. Dat is hoe je het doet. Geweldig. Vergeet je helm niet. Ik heb het. Laten we beginnen met bouwen. Oeps. Gereedschap. Veiligheidsbril. Anthony en Carrie zijn er helemaal klaar voor. We moeten een gedetailleerd plan uitwerken. Goed idee. Wat een cool ding. Het meet je spieren. Het is voor iemand anders. Geef me de zaag. Ik hou ook van jou. Carrie! Daar, het is de beste. Een nagelvel. Neem je hem in de maling? Een bouwzaag. Klaar. En ik heb een hart uitgezaagd. Oh, Carrie. Dat was vroeger ons plan. Ik heb een schroevendraaier. Wil je helpen? Goed gedaan, zus. Laat het frame in elkaar zetten. Wat is dat? Dat zul je zo zien. Ik zal al het overtollige eraf zagen. Laten we eens kijken. Dat is goed. Broer, dit is voor jou. Wat een geweldig cadeau. Het is mijn droomboor. Het kan een gat maken voor touwen. Stop het touw erin en leg er een knoop in. Klaar? Laten we de basis van de kamer testen. We hebben het voor elkaar. Het is nog beter dan een schommel. Oeps, ik liet een kussen vallen. Dag, Anthony. We hebben een reling nodig. Geweldig idee. We hebben een lichtere muur nodig. Terwijl Anthony een hek bouwt, schilder ik een regenboog.
Alle kleuren zijn hier. Ik moet alleen de afvlakte nog verwijderen. Paraping! De reling is klaar. Carrie, breng de boormachine. Wow. Laat mij dat maar doen. Deze kant is veilig. Laten we verder gaan. Klaar. Ik heb een touw gevonden. Dat zal van pas komen. Er zal geen kussen meer vallen. Prachtig! Het begint te regenen. Anthony, we worden drijfnat. Ik weet het. Een dak is wat we nodig hebben. Nu hebben we niks meer te vrezen. We zijn klaar met bouwen. Laten we verder gaan met schilderen. Ik heb wat kwasten gepakt. Laten we het groen verven. Roze. Roze. Groen. Groen. Wat? Waarom is groen overal? Het is ontspannend. Goed, ik zei het je toch. Ik heb garen gevonden om de zijkanten te versieren. De kleur is verkeerd. Het is niet eerlijk. Wat vind je hier niet mooi aan groen? Buddy, blijf hier. Ik slaap wel hier. Schei uit. Ik heb er genoeg van. Leg de zaag weg. Bemoei je met je eigen zaken. Ga boven wonen. Oh, een krasje. Je moet het echt goed polijsten. We hebben een zachte vulling nodig. Geen splinters meer. Een hangladder is de handigste manier om boven te komen. Aan de kant. Bedankt. Dat zit er mooi en strak op. Het is tijd voor een dak. Een hoop soeven en moeren. En een lier. Het dak zit erop. Niet slecht. Mijn vloer is net zo goed. Mijn witte shirt. Oeps. Sorry, Anthony. Ik zal het maken. Staat je goed. Bedankt. Ik vind het leuk. Ik weet hoe ik iets terug kan doen. Zij heeft ook een matras nodig. Hier. Je favoriete kleur. Dank u. Goed. Broer. Wil je alsjeblieft wat tulle voor me halen? Goed. Ik hoop dat niemand het ziet. Daar, zus. Ik ben je één verschuldigd. Kijk eens hoe mooi het is. Een gezellige hoes en wat kussens zullen de ruimte mooier maken.
En ik zal zachte dekens toevoegen. Een sterrenhemel voor mij om te wensen. Ik zal ook planten en een lamp toevoegen. Het is geweldig geworden. Indrukwekkend. Ik denk dat mijn bed ook gezelliger kan worden. Anthony, kun je me helpen? Ik moet een kaars aansteken. Anthony! Anthony! Ik ben bezig. Later. Oh man. Carrie, wil je mijn plank eens bekijken? Carrie! Ze kan me niet horen. Maar ik heb een idee. Carrie, hoor je me? Anthony! Radiocontrole? Ik heb een nieuw communicatiemiddel uitgevonden. Zo geniaal. De draden handel ik later wel af. Ik verbind de batterijen met elektrische tape. Ruim de draden op. Een beetje lassen. Een verlichtingssysteem is klaar. Goed idee. Ik doe gewoon mijn lamp aan. Even mijn to-do-lijstje voor vandaag afvinken. Het huis schoonmaken toevoegen. Hier, ik heb een idee. Ik knip een gat in de poppet. En stop mijn to-do-lijstje erin. Punt 1. Geef de planten water. Klaar. En ik verander borduring in iets moois. Verf het roze. En weef een droomopvanger. Dan voeg ik wat veren. Om mijn dromen zoet te maken. Ik hoop dat mijn oefening iets heeft opgeleverd. Anthony, kun jij een hula hoop draaien? Ben je gek? Alsof ik niks anders te doen heb. Ik maak liever een echte hangmatstoel voor mezelf. Ik kan ook een ring ophangen. Niet jaloers zijn. Het is showtime. Wauw, ik vraag me af of ik het na kan doen. Lijkt me niet zo moeilijk. Je weet het pas als je het probeert. Oh, het lijkt veel makkelijker als je ernaar kijkt. Ik heb honger. Ik heb honger. Anthony heeft honger. Ik denk dat ik een pizza bestel. Is dat onze levering? Wow, zo snel. Broeder, hier is je lunch. Eet smakelijk. Wow, pizza is mijn favoriete eten. Dank je. Niet meer ruzieën.